Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Ik heet van harte welkom in onze podcaststudio Mark Elgardus en Erik Korijn, twee auteurs die recent een boek hebben uitgegeven bij Ertsberg. Mark Elgardus heeft het mooie boek geschreven Reset en van Erik Korijn kan u het boek Vlaanderen ontwaak lezen. Omdat deze boeken beide gaan over hoe Vlaanderen en bij uitbreiding de maatschappij in Vlaanderen er zo kunnen uitzien, vond ik het heel interessant om deze auteurs samen te brengen en even te praten over hun boeken en hun visies, waar die overeenkomen en waar die misschien niet overeenkomen. Welkom, heren. Bij wijze van inleiding misschien kort even starten, want niet iedereen die luistert zal jullie boeken al gelezen hebben. We hopen dat ze na het luisteren van deze podcast daar wel zin in hebben en het onmiddellijk in huis willen hebben. Maar dus bij wijze van inleiding misschien even kort vertellen waar uw boek over gaat, meneer Elgardus. Wat is Reset? Ja, heel bondig zou ik kunnen zeggen. Het is in zekere zin een antwoord op het progressieve en sociaal-liberale antwoord op de neoliberale decennia. Neoliberale decennia die lopen ongeveer van midden jaren 70 van de vorige eeuw tot einde eerste decennium van deze eeuw. Decennia tijdens de welke eigenlijk een echte poging werd ondernomen en gedeeltelijk ook geslaagd is om de wereld te herordenen volgens dan het neoliberale basisprincipe, namelijk dat iedereen er beter van zou worden als de aarde plat zou zijn, als er geen grenzen, geen relief meer zou zijn, sociaal, cultureel relief meer zou zijn, als kapitaal, goederen, diensten en mensen zich vrij kunnen verplaatsen. En dat is anders uitgepakt. Hè. Het gevolg daarvan is geweest een veel crisisgevoeliger economie, grote turbulentie en onveiligheid in de wereld, met als gevolg grote vluchtelingenstromen en migratiestromen. In heel veel landen, niet overal, maar toch in heel veel landen een heel sterke toename van de ongelijkheid. Een verzwakken van de mogelijkheid van de overheden om daartegen in te gaan. Al dat soort gevolgen, ook de afhankelijkheden, waarvan we dan meer in de pandemie zijn bewust geworden van het ontbreken van de capaciteit nog om levensnoodzakelijke producten zelf te produceren. En als men kijkt naar het antwoord van progressief daarop, dan is dat mij heel sterk ontgoocheld, omdat het antwoord is geweest van daar sterk in mee te gaan, van te pleiten voor het neerhalen van grenzen, voor het pleiten van mobiliteit, van elke beperking eigenlijk of verplaatsing van goederen en diensten werd beschouwd als een verwerpelijke vorm van protectionisme. Het was zo erg zelfs dat men mensen die nog pleiten voor eigenheid wegzetten als een beetje achterlijk en reactionair. Verschillende gemeenschappen mochten hun eigen cultuur niet meer proberen in stand te houden. Daartegen werd dan gezegd dat wie binnenkwam, daarvan moest de cultuur dan wel gerespecteerd worden. Dan moest men multicultureel worden, terwijl men de eigen cultuur niet mocht in stand houden. En ja, als men dan kijkt wie heeft daar meer pertinent op gereageerd, dan is dat eigenlijk het nationalisme geweest. Die hebben terug een vorm van gemeenschapsdenken geïntroduceerd in die neoliberale wereldorde. Zij zijn niet de enige gemeenschapsdenkers. Sociaaldemocratie, christendemocratie hebben ook die traditie. Maar als men kijkt in de reactie die dan gekomen is in het begin van deze eeuw, ja, dan is het toch vooral het nationalisme geweest dat terug een werkbare vorm van gemeenschapsdenken op de kaart heeft gezet. En het boek is een pleidooi voor gemeenschapsdenken, maar in zekere zin dan ook, omdat dat de praktische vorm is die gemeenschapsdenken vandaag heeft aangenomen, een pleidooi voor een inclusieve sociale vorm van nationalisme. Dank u wel. En meneer Korijn, Vlaanderen ontwaken is natuurlijk een heel ander boek. Hoe zou u het samenvatten? Wel, het boek is eigenlijk een toegepast deel van een tweeluik van een onderzoek of gedachten over hegemonie. Namelijk, mijn beginvraag was van
hoe komt het dat een bepaald ideeëngoed, een bepaalde manier om naar de maatschappij te kijken, een bepaalde manier ook dus om het om politiek en maatschappelijk middenveld te kaderen, hoe komt dat, dat dominant blijft overheen een aantal generaties enzovoort. En ik heb aan de ene kant een boek uitgegeven over, laten we zeggen, de theoretische debatten daarover, waarbij ik Antonio Gramsci vooral als uitgangspunt neem, Ernest Mandel, Laclau en Mouffe bespreek. En dan dit boek is eigenlijk een poging om vanuit die vraagstelling te kijken hoe het komt dat, laten we zeggen, Vlaanderen een rechtsgewest is en dat het conservatieve denken overheerst. En waarbij ik dus aan de ene kant een analyse probeer te maken van de naoorlogse ontwikkelingen, van de, ik ga niet in detail allemaal vertellen, maar van de kantelingen in de sociaal-economische structuur, dus een soort sociaal-economische analyse. En aan de andere kant een politieke, electorale lezing doe, hoe eigenlijk het rechtse kamp dat voortkomt uit, laten we zeggen, de dominantie van de CVP-staat en de oude katholieke partij, hoe zich die enerzijds heeft geherstructureerd en nu, laten we zeggen, onder de leiding staat van het Vlaamse nationalisme met twee versies, een etno-nationalisme en een staatsnationalisme. En dat debat is nog niet helemaal beslecht. En dan, in een laatste stuk van het boek, ga ik in op het mogelijk alternatief. Uitgaande van wat mijn bekommerd is toch is, ik denk dat zowel de ruimtelijke ordening als de politieke organisatie er niet zal in slagen om grote systemische uitdagingen, zoals daar zijn de klimaatuitdaging, de ecosystemische uitdaging, de sociale ongelijkheidproblematiek, de armoedeproblematiek, de multiculturele problematiek, om die vanuit dat denkwereldje aan te pakken, zal ik maar zeggen, en aan te pakken op een voldoende snelle manier, omdat we voor al die dingen niet gewoon de eeuwigheid als tijd hebben. En dan heb ik een kritische lezing op het progressieve kamp, dat zich in feite ten opzichte van elkaar, de verschillende partijen, sectair gedraagt, weigert eigenlijk om samen te kijken of er alternatieve antwoorden zijn en elk voor zich eigenlijk zich inschakelt in die heersende ideologie. Dat is eigenlijk de adem van dit boek, dus een toepassing op wat ik eerder heb gepubliceerd ook over de manier om, laten we zeggen, te proberen begrijpen hoe ideeën bepaalde werkelijkheden vertegenwoordigen en tegelijkertijd ook maken. Ik had het gevoel toen ik beide boeken gelezen heb dat jullie vaststelling, jullie analyse die jullie maken over hoe het momenteel is, en ik laat dan het eigenlijk vrij algemeen, want ja, het gaat eigenlijk wel heel breed wat jullie beschrijven, maar dat jullie vaststellingen voor een heel stuk, vind ik, gelijklopend zijn, maar dat vanaf dat punt het waar naartoe, dat eigenlijk verschilt van hoe we nu verder moeten, daar verschillen jullie wel duidelijk in visie, heb ik toch de indruk. Ja, absoluut. Hè. Ik denk niet dat het boek van Erik geschreven is in reactie op Reset. Hè, maar in het boek wordt een paar keer gereageerd op Reset. En terecht. Hè. Ik denk dat wij heel verschillende, eigenlijk fundamenteel met elkaar oneens zijn wat betreft de weg die Vlaanderen of die links zelfs zou moeten inslaan. Hè. En voor mij was het ook, Vlaanderen ontwaak was ergens een beetje déjà vu, omdat ik in het begin van de jaren 70, toen ik eigenlijk meer in het marxisme zat als denkwereld, in het begin van de jaren 70 daarmee gebroken heb, omdat ik een aantal kenmerken van dat denken vond die me erg tegen de borst stuitten. En een aantal van die dingen vind ik eigenlijk terug, of lees ik terug, als ik Erik zijn boek lees. Hè. Dat begint al met zelfs aspecten die
van het marxisme die ondertussen toch wel heel sterk geparodieerd zijn. Hè. Ik denk aan George Orwell's dystopie 1984, hè, waar hij eigenlijk de draak steekt met het marxistisch taalgebruik, hè, waarbij woorden niet zeggen wat ze lijken te zeggen. Ja, dat vind ik eigenlijk hier ook. Hè. Erik pleit bijvoorbeeld voor georganiseerd meningsverschil. Hè. Dat komt een paar keer naar voren, georganiseerd meningsverschil. Maar ik lees nergens een kritiek op het cordon sanitair of het cordon mediatiek. Integendeel, hè, er wordt zelfs gepleit om die schotten, hè, die cordons, meer waterdicht te maken. Dus het is zo'n beetje van, ja, terug naar het marxisme van vroeger, meningsverschil ja, maar binnen de krijtlijnen die het marxisme uittekent. En wat daarbuiten ligt, mag eigenlijk niet gezegd worden. Hè. Dus we mogen wel gaan discussiëren, hè, gaan we de productiemiddelen onteigenen voor of na de lunch? Hè. Dit is een grapje, maar hè, wat er bijvoorbeeld wel voorkomt is, het klinkt bijna als een catechismus zo, hè, is het onteigenen van de productiemiddelen een voldoende voorwaarde om tot socialisme te komen? Nee, het is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. Dat soort dingen. Ook vind ik een antidemocratische reflex. Hè. Het was terug bij George Lucas, hè, die zei van, ja, je mocht niet de fout begaan van naar concrete proletariërs te luisteren, want die hebben niet het juiste bewustzijn. Er is een voorhoede, die is in het bezit van het klassebewustzijn. En dat denken vind ik hier ook. Partijen die willen een poging doen om naar de mensen te luisteren, die worden weggezet als populisten. Daar wordt een beetje de draak mee gestoken. En het is duidelijk een denken dat ervan uitgaat, er is een voorhoede die weet wat in de samenleving moet gebeuren. En je kunt daar zeker niet voor rekenen op de democratie. Dus het is een antidemocratische houding. Ergens zegt Erik ook letterlijk, de partijen vandaag vertegenwoordigen mensen niet meer, want je kunt enkel vertegenwoordigen als je, als het ware, een bepaalde klasse incarneert, een vaste sociale groep die zelfbewust is incarneert. Dus zoals vroeger was dat het proletariaat, vandaag wordt dan niet meer van het proletariaat gesproken, maar zijn het de mensen of het volk. Maar het is hetzelfde soort denken. Er is een voorhoede, die is in het bezit van dat bewustzijn en dus niet naar de mensen luisteren. Dus dat is eigenlijk een antidemocratische reflex. Al die dingen komen terug. Hè. In het marxisme had ook het idee dat op een of andere manier zou de staat verdwijnen. En ik heb wel behoorlijk daarin gelezen en het is me nooit duidelijk geworden hoe dat zou gebeuren. Hè. Maar daar werd dan gesproken en de terminologie in het Nederlands die gebruikt werd is de staat zou wegdeemsteren, hè, na de onteigening van de productiemiddelen. Ja, dat vind ik ook weer terug. Hè. Dat idee komt dan naar voren als Erik zegt van ja, hè, naties zijn achterhaald, de wereld moet zich voorbereiden op een postnationale, multinationale wereld. Ja, terwijl dat je vaststelt, als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurd is de laatste 50 jaar, is die in de andere richting geëvolueerd. Hè. Veel meer landsgrenzen, veel meer nieuwe landen. Spijtig genoeg ook aan veel van die landen een afbakening met grenzen en muren. En ook vergelijkend waardeonderzoek na vergelijkend waardeonderzoek. Hè, om de 5 jaar stellen we vast dat nationaal bewustzijn van de mensen sterker wordt. Nationale gevoelens sterker worden. Dus de wereld gaat in de tegengestelde richting van wat daar wordt verwacht. En de verwachtingen steunen nog altijd op, ja, het marxisme van 100 jaar geleden eigenlijk. Gaat de wereld inderdaad een andere richting uit, meneer Corijn? Ja, dat denk ik wel, maar van, ik wil wel een paar... ik denk dat het een vrij karikaturale lezing is van het boek. En ik laat de lezers eigenlijk daarover oordelen. Ik denk inderdaad, om op uw vraag te antwoorden, dat een aantal initiële uitgangspunten, daar ben ik het helemaal eens met Mark, en dat weten we ook van elkaar. Dus ik bedoel de zware kritiek op het neoliberalisme, de zware kritiek ook op daaruit voortvloeiende atomisering in de samenleving, het egocentrisch individualisme dat eigenlijk naar voren wordt gehaald en dus de noodzaak om tot een nieuw verband te komen om opnieuw te socialiseren. Dus dat is eigenlijk een gemeenschappelijk vertrekpunt en een gemeenschappelijke, insteek. Ik denk daar, mijn lezing, daar waar het verschil begint op te treden, dat is dat ik denk dat die nieuwe samenhang
samenlevingsopbouw is en dat samenlevingsopbouw niet gaat via gemeenschapsvorming. Terwijl het gemeenschapsdenken dat Marx heeft een sterke culturele, homogeniserende insteek heeft en dus waarbij samenlevingsopbouw samenvalt met gemeenschapsvorming. En daar is inderdaad een radicaal meningsverschil, omdat van daaruit de logica's verschillend worden. Helemaal niet zo deterministisch en materialistisch als Marx het voorhoudt in zijn kritiek, maar wel wat betreft bijvoorbeeld de realiteit van multicultuur of van culturele diversiteit en wat de implicaties zijn, wil men die tot één gemeenschap smeden? En dan krijg je dus het debat waar ik het dus niet mee eens ben, dat is dat het uitgangspunt de autochtone, traditionele vormgeving is van de samenleving, dat nieuwkomers, die niet alleen migranten zijn, maar ook boorlingen, zou je kunnen zeggen, daarin moeten worden opgenomen. Namelijk, er is één gemeenschap per territorium. En dat is, laten we zeggen, wat mij betreft, wat de empirie betreft, ik spreek niet van de afbouw van landen. Ik spreek van de multiculturalisering van elk land op zich en vooral in grote metropolitane omstandigheden waar de mensen eigenlijk meer en meer moeten samenleven op basis van het verschil en waar het vormen van één gemeenschap moeilijk is. In ons land, het grote voorbeeld is Brussel, waar er twee officieel geïnstitueerde gemeenschappen zijn die elk hun eigen socialisatieinstellingen hebben en die alle twee in de minderheid zijn ten opzichte van de bevolking en de dominante mengcultuur. En waarbij de staat, de overheid, eigenlijk verbiedt in Brussel om die mengcultuur te socialiseren, om van daaruit, laat ons zeggen, een nieuwe vorm van cultuur en samenleven uit te denken. En dat is, daar verschillen we inderdaad van mening over. Dat is niet zozeer wensdenken, het gaat niet over wens, het gaat over operationalisering. Operationalisering, want we stellen ook vast empirisch dat het Vlaams nationale gedachtegoed, het boek is een beetje onduidelijk gezet over wat is dan, het land is, de staat is nog altijd België, met gewesten, drie gemeenschappen, die trouwens territoriaal niet samenvallen. Er blijft een moeilijkheid om een zelfstandig Vlaanderen te denken. Hoe het probleem Brussel daarin wordt opgelost, zijn allemaal thema's die niet aan bod komen en waarvan ik denk dat het juist botst op de gedachte dat de gemeenschap de basis is van samenlevingsopbouw, terwijl ik denk dat er verschillende gemeenschappen zijn in het land en vooral in stedelijke context, dat zo zal blijven en dat alleen een strijd tussen wie is nu de gemeenschap die de staat mag overnemen, dat eerder tot conflict dan tot pacificatie leidt. En dus dat is inderdaad een meningsverschil wat betreft de politieke conclusies of de politieke opstelling. Ik ben dus zelf antinationalist en ik denk dat we gaan niet in detail gaan, denk ik, maar de eliminatie van verschillende identificatieprocessen in het boek Reset soms een beetje snel gebeurt. Hè. Dus Marx heeft de aanpak van aan de ene kant het gekleine identiteiten, waaronder hij de vrouwenbeweging, waaronder hij de beweging Black Lives Matter enzovoort situeert. Identiteiten die waarschijnlijk, daar ben ik het met hem eens, verdelend werken, maar in elk geval niet klein zijn, die vandaag in het maatschappelijke debat soms dominant zijn. En aan de andere kant zegt hij, er zijn maar drie grote identiteiten die integratie kunnen verwekken. Dat is ofwel godsdienst, klasse of de natie. En waarbij hij, en daar zijn we het ook over eens, laat ons zeggen, positief reageert op het feit dat we in een post-religieuze samenleving zitten. Dat het dus niet gaat om religie. Ik denk dat hij een beetje snel de klasse, niet zozeer als objectieve groep, maar als sociale kwestie, dat de sociale kwestie een beetje volgens de welvaartsstaatgedachte, waarvan ik lees dat hij denkt dat die nog altijd aanwezig is in de samenleving, en daar verschillen we ook van mening over, dat weg is en dat dus de natie, het is een beetje als enige overblijft om
om een samenhang te creëren. En dus die lezing, ja, die delen we helemaal niet. Hè. Als ik toch even mag daarop reageren, twee dingen. Hè. Heel terloops, klein identiteitsstreven, bedoel ik niet dat ze numeriek klein zijn. Hè. Iedereen is slim genoeg om te weten dat de vrouwen ongeveer de helft van de wereldbevolking uitmaken. Ik bedoel klein, ze situeren zich binnen landen. Ze stellen de opdeling van landen niet in vraag en stellen zich op als een verdelingskwestie binnen landen. En daarin noem ik ze klein, omdat zowel de identiteitsstreven van religies als van het klassebewustzijn als van naties zijn een manier ook om de wereld te ordenen. Hebben de pretentie van de geschiedenis te bepalen en de wereld te ordenen. Dat was de bedoeling van de Marxistische Internationale ook. Hè. Dat is de bedoeling van christendom, dat is de bedoeling van de islam. En dat is natuurlijk ook nationalisme. We willen een wereld opgedeeld in naties die elkaar respecteren. Hè, die niet bij elkaar gaan binnenvallen hè, of elkaar gaan koloniseren. Hè. Wat dat betreft, ik denk ook niet dat de religieuze identiteit in de wereld voorbijgestreefd is. Ik denk dat de religieuze identiteit in de wereld een van de dominante vormen van identiteitsstreven is. He, op dit ogenblik leven ongeveer 1 miljard mensen in theocratische regimes en 2 miljard in landen waar er sterke tendensen is in die richting. En ik bedoel zeker niet dat de sociale kwestie, de verdelingskwestie, achterhaald is. Ik denk alleen dat het klassenmodel, het model van de klassenstrijd, om naar verdelingskwesties te kijken, het verkeerde is. Hè? Bon. Maar nu, om tot de kern te komen, de gemeenschap, als ik jouw standpunt is, zoals ik het zie, dat opgroeien en opname in Nederland of Afghanistan of Saudi-Arabië of China, dat dat hetzelfde is. En dat is volgens mij niet hetzelfde. Elk van die landen heeft een eigen cultuur, heeft een eigenheid die ze het recht hebben van te verdedigen. En die ze via onderwijs en via andere vormen van cultuurbeleid kunnen doorgeven aan hun kinderen en aan degenen die binnenkomen. Dat is het gemeenschapsdenken. En Brussel is natuurlijk, heeft dat niet gedaan. Brussel is altijd uitgegaan van het ophemelen van diversiteit als dusdanig en betaalt daar vandaag een prijs voor. We kunnen daarop terugkomen. Brussel is een mislukte gemeenschap. En Brussel zal moeten zoeken naar iets meer bindend. En diversiteit op zich is niet bindend. Bindend betekent dat je een aantal dingen met elkaar gaat delen. En waarom vind ik dat standpunt eigenlijk het betere? Terwille van diversiteit. Want dat valt me ook op als jij spreekt over diversiteit. Gaat het niet om diversiteit van opvattingen. En dat is nogthans de fundamentele vorm van diversiteit. Dat mensen een andere definitie hebben van wat uiteindelijk waar is. Een andere opvatting hebben van wat goed is en van rechtvaardig is. En dat vertalen in een rechtssysteem. Dat is echte diversiteit. Als je het hebt over diversiteit, dan gaat het over diversiteit naar kleur of van herkomst. Ja, dat is een soort essentialistische opvatting van diversiteit. De belangrijke diversiteit is diversiteit van opvattingen. En dan vind ik precies dat die verscheidenheid aan culturen, die verscheidenheid aan beschavingen, die tegelijkertijd wijst op een gedeelde menselijkheid aan de ene kant, maar aan de andere kant verschil laat groeien naar opvattingen over de ultieme werkelijkheid, de ultieme waarheid, hè, wat rechtvaardig is, wat goed is. Dat is precies wat nationalisme probeert in stand te houden. Hè, daarom moeten we grenzen trekken en die grenzen moeten we respecteren. En ook voor mensen die ergens binnenkomen, ja, dat betekent als mensen migreren, dan kiezen ze als het ware voor een andere beschaving. En dan kan men verwachten dat ze daar ja, zich gaan invoegen met hun eigen accenten, met hun eigen bijdrage. En elk migratieproces leidt ook tot veranderingen in culturen. Maar ik denk dat het niet mogelijk is voor landen van te bestaan zonder een gevoel van gemeenschap. En er is ook tal van onderzoek dat dat aanduidt. Landen die er ondanks hun diversiteit in slagen een gemeenschapsgevoel te creëren, die doen het beter. Die doen het beter economisch, die hebben effectievere overheden, die hebben veel minder geweld, die hebben veel minder repressie. En als men de wereld vandaag bekijkt, we hebben over de lange termijn een afname van interstatelijke conflicten. Landen die andere landen binnenvallen, dat neemt af.
Oekraïne is in die zin een uitzondering op een lange termijn tendens. We hebben een sterke toename van intrastatelijke conflicten. Burgeroorlogen die uit de hand lopen. En de meeste daarvan hebben te maken met niet verwerkte diversiteit. Met etnische groepen die naast elkaar bestaan. En Brussel is ook een voorbeeld. Brussel is een mislukte gemeenschap. Ze slagen er zelfs nog niet in van hun bevolking te vaccineren. Ze hebben de hoogste werkloosheidsgraad van het land. Ze hebben de laagste werkzaamheidsgraad van het land. Ze leven naast elkaar als verdeelde gemeenschappen. Er is veel geweld op politie. Dus dat is een mislukte gemeenschap. Ik zie u heel vaak slikken, meneer Corijn. Ja, nee. Enfin, ik bedoel, het zijn natuurlijk lange en veel punten. Bon, een paar punten neem ik eruit, omdat het ook... Dus aan de ene kant, de zogenaamde kleine identiteiten. Ik beweer niet dat je zegt dat die weinig in aantal zijn. Maar de stelling dat die binnenlanden fungeren, feminisme, de MeToo-beweging, postkoloniale denken, dat zijn trans, die zijn grensoverschrijdend. Dus dat is een meningsverschil. Ja, maar die stellen het bestaan van die landen en die stellen zich als een verdelingskwestie binnen landen. Ja, maar ik heb nog geen enkel van die bewegingen horen zeggen van de kaarten hertekenen van een andere wereldorde. Laat ons wat anders... Ja. Enfin, ik bedoel, ja. Een ander meningsverschil is natuurlijk dat ik een meerschalige lezing heb van overheden en regulaties. Het verhaal van Mark is alsof een land een doos is waarbinnen de essentiële verhoudingen en alle essentiële verhoudingen gebeuren. Terwijl ons land voor de helft, laat ons zeggen, gereguleerd wordt door Europese instellingen aan de ene kant. En terwijl anderzijds de verdeling binnen het land, en dat wordt niet behandeld in het boek, want het gaat over Vlaanderen in zekere zin, wat geen land is, wat eventueel een land in opbouw is, maar waar dus de instellingen moeten worden aangepast als dat een land moet worden, met de vraag, hij spreekt al over Brussel alsof wat het er niet toe behoort, want Brussel is dan het buitenland wat dat betreft. Dus ik bedoel, er zit daar nog een vloe artistiek over de relatie tussen de instellingen, de politieke instellingen bedoel ik natuurlijk, en de reproductieinstellingen en de territorialiteit. Groot onopgelost probleem. Namelijk het laten samenvallen van een territorium met duidelijke grenzen, met bepaalde socialisatie-instellingen. Diversiteit, helemaal eens. Het gaat over diversiteit van opvattingen, maar ook diversiteit in sociale praktijken. Een van de problemen van het communautariseren en de verschillen binnen landen heeft ook te maken met, laten we zeggen, wederkerigheid in herverdeling van goederen en diensten, wanneer dat niet door de overheid gebeurt. En daar zit dus ook een accentverschil in wat betreft politieke actie. In de plaats van de politieke actie te richten op identiteiten, culturen en daar een uitzuivering in te verwekken, richt ik mij eerder op die herverdelingsproblematiek, op materiële en op echt gedeelde. Ik denk dat het niet alleen over opvattingen gaat. Het gaat over, als ik het op flessen trek, iedereen laten stoppen op het rood licht. Iedereen zich laten gedragen in de blaarmeersen. En dat zijn niet alleen een kwesties van opvattingen, culturen, verschillende geloofsovertuigingen. Dat gaat over socialisatie in de zin van gedrag, sociale praktijken enzovoort. En daar is Brussel problematisch, maar evenzeer als Antwerpen, evenzeer als Gent. Dus zelfs met die één gemeenschap die de staat kan domineren, in het onderwijs in Antwerpen spreekt de helft van de leerlingen in het lager onderwijs thuis geen Nederlands. Dus er is daar cultureel, en kijken dan ook niet naar de VRT of lezen niet 's morgens de Standaard op de Morgen of een andere lokale socialisatieinstelling. Dus die diversiteit die via culturele patronen ook gedragspatronen invoert en waarbij dat de algemeenheid er niet in slaagt om dan toch een gedeeld gedrag als norm naar voren te halen, dat is een probleem of je nu een monoculturele staat hebt of een multiculturele stad hebt. Dat is een probleem dat niet wordt aangepakt. En een laatste bemerking, dat is dat, het is natuurlijk for the sake of the argument. Maar natuurlijk, als nationalisten denken dat beschavingen per land zijn. Ik betwist absoluut niet dat Afghanistan en Frankrijk en Brazilië eigen socialisatieinstellingen kunnen hebben.
trouwens, in dergelijke grote landen verschillen die nog eens regionaal. En dan gaat het over een algemene beeldvorming van de staat. Maar ik denk niet dat dat beschavingen zijn. Dat zijn bepaalde... Ik ga toch niet betwisten dat er een zekere vorm van Europeanness bestaat. Dat Europeanen bijvoorbeeld een aantal verbanden, een aantal historische... Benadruk dat sterk in het boek. Dus, ik heb een hoofdstuk over Europa. Dus, en maar dat sluit niet uit dat er verschillen van beschavingen zijn. En dat landen meer kunnen behoren tot één soort beschaving dan tot een andere. En dus gaat de socialisatie in Vlaanderen anders zijn dan in Brazilië of in Afghanistan. Dat is toch nogal evident. Maar dat betekent dus ook dat de democratie en de daartoe noodzakelijke socialisatieinstellingen, die Europese verbanden die ons reëel leven organiseren, mee moeten opnemen. En niet alleen op Vlaamse manier, op Brusselse manier, op Waalse manier, op Beierse manier enzovoort. Dat zegt niemand. En in mijn boek heb ik een hoofdstuk over Europa en wat het ook betekent van Europeaan te zijn. Dus dat is duidelijk. Maar je moet het argument niet omdraaien. Die enorme diversiteit hebben we gekregen door een deels mankeliek migratiebeleid. En daarmee scheppen we diversiteit. En dan moet je omgaan met die diversiteit. Mijn argument is gewoon, omgaan met diversiteit doet je niet door voortdurend te zeggen dat diversiteit fantastisch is en dat diversiteit super is. Omgaan met diversiteit doet je door te streven naar een gemeenschappelijke cultuur. Naar gemeenschappelijkheid. En gemeenschappelijkheid, dat is vrij eenvoudig volgens mij. Dat betekent dat je een gevoel van lotverbondenheid ontwikkelt. Dat de groepen niet denken dat ze tegengesteld moeten zijn aan elkaar als ze samenleven. Dat ze echt gaan samenleven en een lotverbondenheid voelen. Dat ze akkoord zijn om solidair te zijn met elkaar. Dat ze akkoord zijn van elkaar stem te geven in wat ze samen gaan doen. En dat je echt democratisch bent. Dat je ook leert naar de mensen luisteren in plaats van ermee te lachen als men mensen probeert naar te luisteren. En dat, als het kan, je ook zelfs een gemeenschappelijk project ontwikkelt. Daar gaan we samen naartoe. Dat is de rechtvaardige samenleving waar we naartoe willen. Dus dat is wat gemeenschapsdenken is. Ik ben heel hard pleitbezorger om in de praktijk te beginnen in de proximiteit, wijk per wijk, de samenleving vorm te... we verschillen van mening, maar ik neem dat ook even aan. We verschillen van mening en dus van positie. Maar dus mijn aanpak is, van het leren samenleven is niet alleen een kwestie van culturele, laten we zeggen, assimilatie of wat jij in het boek homogenisering noemt. Ik denk dat leren samenleven een praktische zaak is en waarbij en solidariteit, reële herverdeling en samen dingen doen, ook samen dingen doen is maken. En dus mijn nadruk, mijn voorstel is, en dat leidt denk ik tot wat betreft het imaginaire, de verbeelding, tot interculturele processen. Ik denk dat dat in het samenleven en in het samenwerken anders zal zijn in de uitkomst dan de insteek die er is in eindtermen, programma's, handboeken enzovoort, zoals ze vandaag zijn. En dus, mijn boek probeert ook aan te geven hoe Vlaanderen door zijn ruimtelijke ordening een dominante suburbane mentaliteit heeft, terwijl de samenleving heel erg verstedelijkt is, en dat dus de omgang met het vreemde daarin, en ik luister, het gaat niet alleen over luisteren, het gaat ook over proberen te kijken hoe en waar mensen veranderen in een bepaalde richting, dus representatie heeft te maken met uiteindelijk, hè, want wat in jouw aanpak ook noodzakelijk is, is dat er verandering is. Hè. De huidige toestand is de verdeelde toestand, is de geatomiseerde toestand. En die gemeenschap bestaat nog niet. Dus ook in jouw visie moet die gevormd worden. En ja, dat is een voortdurend proces. Het is dus een dynamiek, een voortdurend proces. Ja. En niet, en dus het luisteren moet aangevuld worden met transitiedenken in zekere zin. Ja. En te kijken naar wat... En vele, vele onderzoek in Vlaanderen, en we zien dat ook met het klimaatbeleid, met mobiliteitsbeleid, met een aantal domeinen, heeft een conservatieve, een behoudende inslag. En als je luistert naar de mensen, en dat is ook uit onderzoek gebleken, ja, dan is eerder het status quo, zal ik maar zeggen, komt naar voren dan transitie. Terwijl we aan de andere kant met een aantal uitdagingen zitten die transitie zullen vereisen. En dat is een spanningsveld waar jij ook niet onderuit kan.
Ja, ik wil niet onderuit uit dat spanningsveld. Hè. Twee dingen als reactie. Ten eerste, je kunt zeggen, we werken lokaal. Ik kom geregeld nu mensen tegen die zeggen, ja, ik identificeer me niet meer met België of met Vlaanderen of met Europa. Ik identificeer me met Poederlee en met de wereld. Hè. Mijn reactie daarop is succes daarmee. Als je dat consequent doet, dus ook voor je veiligheid, voor je pensioen, voor je werkloosheid, voor je ziekteverzekering, succes daarmee. Dat gaat een grote besparing opleveren voor ons. Dat is niet dus mijn stelling, hè? Nee. Dat zijn mensen die je tegenkomt, maar dat is niet. Maar je komt toch heel dicht bij dat te zeggen als je zegt, we gaan op lokaal niveau werken. Nee, je kunt niet alleen op lokaal niveau werken. Ik heb niet gezegd alleen. Nee. In mijn boek staat duidelijk een heel stuk over meerschalig. Hoofdzakelijk. Nee, dat is niet waar. Dat betwist. In mijn boek staat een heel hoofdstuk over meerschalig beleid. Hè, want ik denk dat het nationale niveau is daarvan cruciaal belang. Hè. De meeste bijdrage tot de veiligheid van de mensen, de sociale zekerheid van de mensen, zit op nationaal niveau. Belgisch dus. Bij ons geval Belgisch. Bij ons nog altijd Belgisch, ja. Oké, bij ons nog altijd Belgisch. Hè. Maar dat kan veranderen. Hè. Dat is iets dat veranderbaar is. Ja, maar als je het wilt opsplitsen bijvoorbeeld, dan wens ik u ook veel succes als je het wilt kleiner maken per regio. Ja. Want het is dan niet op het niveau van Poederlee, maar het is wel op het niveau van kleinere onderdelen van deelstaten dat je bepleit. Niet tot Poederlee gaan, maar het zal wel tot kleinere entiteiten gaan. En ik denk dat binnen de evolutie van Europa dat een mogelijkheid wordt. Ik zie in Europa inderdaad dat proces, dat er een sterker tendens gaat zijn om naties en staten op elkaar te laten aansluiten. Op voorwaarde dat de sociale zekerheid ook op Europees niveau wordt uitgebouwd. Dat zal in bepaalde mate gebeuren. Dat is een ontwikkeling die zeer waarschijnlijk is naar de toekomst toe. Hè, dus. Wat dat ik nu afvraag, heren, want het is enorm boeiend om jullie van mening te horen verschillen. Het geeft zoveel stof tot nadenken, maar dit geeft een blik vooruit. Jullie boeken, die werpen een blik vooruit op wat zou kunnen zijn, op mogelijke manieren, keuzes die we kunnen maken. Stel nu, het is echt gewoon een stelvraag, zo is vanuit het ongerijmde, maar over een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een aantal jaar, vraag ik jullie terug om hier eens samen te komen en een up-to-date visie te geven. Hoeveel jaren schatten jullie dan dat ik er zo moet tussenlaten om jullie terug aan de microfoon te zetten? Oh, dat hangt ervan af voor welke veranderingen. Hè? Ik denk dat een aantal dingen zich heel duidelijk aftekenen nu als uitdagingen. Hè? Dus Ik denk dat het antwoord op de erfenis van het neoliberalisme toch een vorm van nationalisme zal zijn. Hè? Dat we dat meer gaan zien naar voortreden. Dat gaat zich uiten in een andere visie op globalisering. Hè? Er is een economische globalisering die is onomkeerbaar. Hè? We horen Joe Biden nu pleiten om ons economisch volledig los te koppelen van China. Ik zie dat niet gebeuren. Ik denk niet dat dat nog mogelijk is. En ik denk ook dat dat voor Europese landen en voor de Europese Unie een zeer ongunstige stap zou zijn van dat te doen. Maar dat verhindert niet dat landen zullen gaan nadenken, en voor de Europese landen zal dat ten dele zijn in de context van de Europese Unie, zullen gaan nadenken over strategische autonomie. Op welke vlakken moeten we wel autonoom worden? Moeten we ons wel loskoppelen ten dele? Dus ik zie protectionisme terugkomen op bepaalde gebieden. De verdediging van bepaalde wetenschappelijke, technologische ontwikkelingen. Ook in verband met de goederen. Dat heeft de pandemie ons geleerd. De goederen die we toch zelf willen kunnen maken omdat ze van levensbelang zijn. En ik zie ook een nieuwe opdracht voor de overheden. En dan overheden op nationaal niveau, gecoördineerd in de regionaal dan eventueel, in onze context of in een Aziatische context zijn ze hetzelfde aan het doen, gecoördineerd. Maar waar we staan voor een aantal uitdagingen van meer plannen op lange termijn. Er is, om gewoon dat voorbeeld, er zijn verschillende. Ik denk dat we moeten proberen in Europese landen terug aan de spits van wetenschappelijke en technologische ontwikkeling te komen. Dat is een heel belangrijke uitdaging en dat zal ten dele wat protectionistische maatregelen veronderstellen. Ik denk ten tweede dat we moeten herindustrialiseren. Ik denk dat dat de grote opdracht is voor Europese landen, terug industrie
naar hier brengen. Ik denk dat we sterk moeten inzetten op automatisering als een voorwaarde van arbeidstijdverkorting. Want in het algemeen werken de mensen te veel als ze met twee verdieners gezinnen te maken hebben. En er is natuurlijk ook de klimaattransitie. En die is veel complexer dan dikwijls wordt voorgesteld. Want het komt erop aan van maatregelen te nemen die de opwarming van de aarde afremmen. Maar ik denk dat we ongeveer nu evenveel middelen zullen moeten besteden aan ons voorbereiden op de gevolgen van de opwarming. Want die is onvermijdelijk al in belangrijke mate. En we moeten dat doen op een manier die de economie niet afremt. Hè, die de wetenschappelijke, technologische, economische slagkracht van de landen in stand houdt. En we moeten dat ook doen op een sociale manier, wat tot nog toe helemaal niet is gebeurd. Dus dat zijn grote uitdagingen. En ik denk dat dat niet kan zonder dat je in landen een sterk gevoel van samenhorigheid hebt. En daarvoor heb je dat gemeenschapsgevoel nodig. En ik zie daar eigenlijk een nationalistische insteek als veel dragender. En wat me opvalt is weer dat je hebt niet alleen die naties die ernaar streven van staat te worden, wat het geval dan is van Vlaanderen of van Schotland of van Catalonië, maar je hebt aan de andere kant ook bestaande staten die hun uiterste best doen om meer natie te worden. En als je nu naar Amerika kijkt, ja, Trump en Biden, dat is een verschillend nationalistisch verhaal, maar dat zijn twee nationalistische verhalen, heel duidelijk. En blind, geopolitiek blind is degene die dat niet ziet. Macron is verkozen tegen Le Pen, maar Macron is ook een nationalist, alleen met die Franse particulariteit dat de Fransen altijd geloven dat in particularisme een universalisme is. Charles Péguy heeft dat al gezegd, een heel pertinente opmerking. Maar je ziet meer en meer dat mensen inderdaad bewust worden van, we moeten hier die sterke gemeenschapszin creëren, dat natiegevoel hebben om nog samen dingen te kunnen doen, gegeven de grote uitdagingen waar we voor staan. En nu zie je het anders evolueren als we over vijf jaar terug... Wel, als de vraag is, wanneer moet je ons terug uitnodigen, dan zou mijn antwoord zijn, wacht niet te lang, gezien onze leeftijd. Als de vraag is, en welke ontwikkelingen zien we? Ik denk dat we het eens zijn, Mark en ik, over het feit dat de mondialisering zoals ze is voorgesteld geworden in de jaren 80, jaren 90 en in de praktijk is gebracht, dat die aan haar grenzen loopt. De pandemie heeft inderdaad een aantal problemen gegeven. En dat dus landen, dat het niveau van de natiestaat politiek gezien een belang aan belang heeft gewonnen. Wat mijn les is uit de pandemie is dat ten eerste de wereldsinstellingen niet gewerkt hebben. Er is zelfs geen spoedvergadering van de Veiligheidsraad geweest of een algemene vergadering van de UNO, terwijl het voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een zorgprobleem was voor alle mensen overal in de planeet. En dus eigenlijk een wereldregering of wereldbeleid noodzakelijk had. Aan de andere kant zien we dat de landen effectief de zaak in handen hebben genomen. En dat de grote problematiek was de regulering van de steden. Want het was natuurlijk in de nabijheid, het was niet als mensen op het platteland of buiten meer geïsoleerd en met minder sociale contacten, dat de grote dreiging er was. De grote dreiging was natuurlijk de densiteit. En daar zit dus zat een probleem van regulatie. Ik ben het eens dat we dus waarschijnlijk een tendens gaan zien naar opnieuw lokalisering. Op welke schaal dat gebeurt, zal wat mij betreft denk ik afhangen van de reële interacties. Er is geen enkel land dat een volkomen voedselautonomie zal kunnen realiseren binnen het land. En dus het zal ervan afhangen welk percentage kan gelokaliseerd worden. En dat heeft ook te maken met een soort transitie van korte ketens enzovoort. Dus de grote industriële landbouw die eigenlijk voor de wereldmarkt produceert en dan herdistribueerd wordt, zal structureel moeten veranderen. En ik zet dus inderdaad ook in op, dat gaat het niet oplossen, maar op urban agriculture, nabijheid, om metropolitane gebieden, om lokale ecosystemen te maken, om te kijken wat er op dat niveau, korte keten, lokaal beheerd, commons enzovoort, al kan gebeuren. En dus ik denk dat samenleven en samenlevingsopbouw, want het is natuurlijk niet omdat het neoliberalisme op zijn grenzen komt, dat de generaties die geproduceerd zijn gedurende 40 jaar
anders zijn. Dat we met de risico's van het identiteitsdenken vandaag, dat we dat ineens van de kaart vegen. Dat zijn de soort mensen, denk ik, waar we mee moeten omgaan. De natievorming, de staat zal belangrijker worden, maar of dat in de mentaliteit van de mensen natievorming, het is maar 10 of 20% naar gelang de enquêtes van de Vlamingen die eigenlijk België willen opsplitsen. Dus, ja, maar nee, dus, er zijn... Ja, mensen die natuurlijk voor die opsplitsing zijn, die kijken dan niet naar die cijfers. Ik denk dat het samenhouden van de samenleving op vlak van sociale zekerheid, herverdeling, fiscaliteit enzovoort, dat Belgisch niveau bijvoorbeeld vandaag zeker nog even belangrijk is en ook belangrijk zal blijven. Ik denk dus niet, als je ons terug uitnodigt, dat België zal opgesplitst zijn. Dat is niet mijn prognose. Mijn accent ligt op sociale praktijken die de solidariteit opnieuw interpersoonlijk ook voelbaar maken. En niet alleen op opvattingen, op normen en waarden. Ik denk dat het duidelijk is dat jullie een verschillende visie hebben. En dat maakt het net heel boeiend. Dat draagt enorm bij tot het zelf nadenken en een debat dat zeker moet gevoerd worden. Voor iedereen die daar interesse in heeft, kan ik enkel maar aanraden om beide boeken te lezen, Reset en Vlaanderen Ontwaak. Dank u wel, heren, dat jullie de tijd hebben gevonden om dit toe te lichten. Ik ben er zeker van dat ik jullie uren boeiend zou kunnen laten vertellen en ik zou blijven luisteren en blijven luisteren, maar ik vrees dat onze tijd nu op is. Dank u wel, beste luisteraar, om te luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag.